De wedstrijd heeft bijna een uur stilgelegen. Uh, jullie hadden daar niet echt veel last van. Maar hoe zijn jullie dat uurtje doorgekomen? Nou, dat is net hoe je bekijkt, want De eerste grote kans was wel vooral Meer de City. Dus, uh, nou, ik, ik vond dat niet prettig. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Want je wint met 6-1. Maar op het moment dat je 1-0 voorkomt tegen een promovendus... die eigenlijk dan een beetje, denk ik, op de trillen op zijn benen. van jeetje, wat komt hier op ons af? En daarna krijgen ze een uur de tijd om toch even rustig te worden. en eens even wat dingetje te praten. Dan ben je heel nieuwsgierig hoe het daarna begint. Nou, dat begon voor hun beter dan ons. Als het gaat om de kans. Maar gelukkig wisten we daarna heel snel de 2-0 te maken. En ja, dan, dan ontstaat hetzelfde wat er na de 1-0 ontstaat. Dat een promovendus dan denkt, boh, wow, je speelt in de Kuip tegen zo'n goed elftal. Dit kan wel eens lastig worden. Ja, ik, de... ik was er niet blij om, maar het was natuurlijk volledig terecht dat hij, dat hij uh, ons naar binnen liet gaan.